welkom bij deze video. Ik zit nu bij een bushalte, want we gaan vandaag weer even lekker een dagje naar de Efteling. Het is nu bijna 8 uur denk ik en mijn bus komt zo meteen. En dan gaan we lekker 4 uurtjes met het OV om bij de Efteling te komen. We zijn er weer hoor. We lopen weer in ons bekende tunneltje naar de ingang toe. Net op de app gekeken, overal zijn best wel lange wachtrijen. Maar ja, het is een zondag, dus dat is ook wel te verwachten. Ik ga zo meteen nog even kijken waar ik als eerste heen wil en dat laat ik jullie dan weten. Aangezien het overal zo druk is, heb ik besloten om eerst even een rondje te doen in het Sprookjesbos. En dan kom ik zo meteen uit ergens in Marenrijk en dan ga ik kijken of daar misschien een wachtrij al verbeterd is. Of dat we misschien ergens anders heen gaan. Maar eerst het Sprookjesbos, dus geniet maar van deze rustige sfeerbeelden. Dat ik hier was, heb ik geprobeerd een muntje uit ezel te vangen. Dat was me helaas niet gelukt, want dat was best wel moeilijk. En ik ga het vandaag nog een keertje proberen. Ezeltje, startje! Ik heb hem weer niet gevangen. Het is gewoon echt onmogelijk. Maar ik heb wel een nieuw muntje erbij. En dit is het muntje van ezel, zo toevallig. Zometeen langs Kniesoor. En de vorige keer had ik van Jessie Eftelingshot gehoord dat als je ingelogd staat in je Efteling app en hij kent jouw naam, dan krijgt hij een soort van signaal of zo. En dan gaat hij dus zeggen hoi en dan je naam. Nou, mijn naam is best wel moeilijk, dus ik heb hem even in de app veranderd naar gewoon Davy zonder Denise erachter. En ik ga kijken of Kniesoor dus mijn naam gaat zeggen zometeen. Ik ken de naam van de wevelsteeltje. Maar niet die van u. Uw naam ligt op het puntje van mijn tong. Maar nee, ik kan er niet op komen. Helaas, hij kent mijn naam nog steeds niet. Blijkbaar is Davy te moeilijk. Dus mensen van de Efteling, als iemand dit kijkt, als iemand daar iets over door kan geven, zorg even dat Kniesoor ook Davy kan zeggen. Want het lijkt me echt heel gaaf om een keer mijn naam te horen van hem. Sprookjesbos hebben we nou gehad. Ik heb net even op de app gekeken. Alle wachtrijen zijn nog steeds even lang, helaas. Voor Droomvlucht staat nu een half uurtje, dus daar ga ik maar heen. Nou, ik sta in de rij en het loopt eigenlijk best wel door. We hebben gewoon echt de hele ruimte hier. Mijn telefoon is wel alweer bijna leeg, zoals bijna altijd in mijn video's. Dus ik ga hem zo meteen even aan de lader doen en dan ga ik even niet meer vloggen, zodat hij vol kan worden. Anders dan kan ik hem vanavond op de terugweg niet meer gebruiken. Dan zie ik jullie later weer. Even in de Vogelrok geweest. Daar stond dat de rij ongeveer iets meer dan een half uurtje was. Maar het viel me best wel mee. Het was best wel snel gegaan. En ik ga nu naar de Vliegende Hollander toe. De rij bij de Vliegende Hollander is meer dan een uur. Maar de onder de 18 jaar rij is een half uurtje. Dus daar mogen wij gelukkig in. Ik heb even lekker een swirl gehaald. Want ik had echt super veel honger. En ik ga nu naar het Sprookjesboomconcert. Aangezien de zomervakantie voorbij is, is het nu niet meer het zomerconcert, maar gewoon het Sprookjesboomconcert.
Dus ik ben benieuwd of ze echt aanpassingen aan de show hebben gedaan. Aangezien ik de show de vorige keer zo vaak heb gezien, ben ik dus echt heel benieuwd wat er veranderd is, of er iets veranderd is. En natuurlijk welke acteurs er vandaag zijn. Voor dit feest nog snel een nieuw toneel gewaagd. Ik heb gaan, ik heb maar korte pootjes. Oh, la 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 la. Volgens mij is Roodkapje aan de beurt. Echt waar? Ja! Ja, la la. Hallo! Hey, Ezo! Je hebt je grote handen, joh. Ja, daar kan ik. Kom dan maar op met die muziek. Ah, een kapje met een grote mond. Wolf? Wolf? Hey, zus. Oh. Natuurlijk niet, jij lekker hapje. Ik bedoel. Geitje Benjamin. Oh, maar ga maar even aan de kant. Aan de kant. Tot de rand. Goed zo. Ik wil gewoon alleen maar meedoen. Ja. Met het Sprookjesboom zomerconcert. Dat is al voorbij. Wolf. Wat? Wil je gewoon meedoen met het Sprookjesboomconcert? Ja, dat wilde ik zo graag. Zijn zomerconcert. Ja. Dat is al voorbij. Nou, ik zing alleen maar een liedje. Hij zingt alleen een liedje. Met een dansje. Met een dansje. Ja. Vooruit. Vooruit. Met de geit. Met wie? Ja, dat is alleen om het optreden het allerleukste is van de kreeg. Maar alleen als het een zingen. Zwingend. Nee, maar niet. Hebben jullie het ook? Ja, nee, het zomer was al geweest. Kunnen we niet nog één liedje? Ik versta je niet. Kunnen we niet nog één liedje doen? De show was zoals elke keer weer superleuk. Ze hadden zelfs een foutje gemaakt over het zomerconcert. Het werd namelijk weer zomerconcert gezegd. Maar ja, die was natuurlijk al geweest. Het is nu het gewone concert. Dus daar maakten ze even een grapje over. Een paar dingen in de show zijn inderdaad anders. Ze hebben bij sommige stukjes wat gewisseld van karakters. En er zijn een paar nieuwe liedjes bijgekomen. Zeg maar, de rode draad van het verhaal is nog steeds wel hetzelfde. En nu ga ik even in Max en Moritz en Fata Morgana. Want daar is de wachtrij wat korter geworden. Bij Max. Zometeen gaan we de splitsing op, zeg maar. Maar we moeten even wachten, want de karretjes worden even schoongemaakt vanwege corona. Nou, Ritje en Max gemaakt en nu lekker even in de katten. Gaan we nou? Was zeker een geslaagd boottochtje. En ik heb net even op de app gekeken en bij Reizen Rijk is het echt vet rustig. Echt maar 5 tot 10 minuutjes, dus daar ga ik nog even heen. Nu is het echt zo leeg. Ik hoop dat ik ook wat varen krijg, maar aangezien het zo rustig was op het plein, denk ik niet dat die kans groot is. Attention, de fanfare!
dag gaat echt zo snel voorbij. Over een uur moet ik namelijk alweer in de bus zitten terug naar huis. Bij Vogelrok staat nu maar 5 minuutjes. Dus ik ga even snel Vogelrok in. En dan ga ik proberen om nog symbolica te doen. En ik denk dat dan mijn tijd wel op is. Er is gewoon helemaal niemand hier. 5 minuten. Ik denk niet dat ik het ga redden om ook nog in symbolica te gaan. Want ik moet er dan nog heen lopen. En de wachttijd is nu 20 minuten. Plus dat ik er dan nog in moet en zo. Dus ik ga even in de pagode. Want daar ben ik ook nog niet in geweest vandaag. En die is natuurlijk veel dichterbij. En daar is de wachtrij maar 5 minuutjes. Nou, daar zit ik dan. Nummertje 5. En het is nog warm zeg. Het is bijna 7 uur 's avonds. Maar ik heb het echt super warm nog. Ik loop weer weg van de Efteling. De dag is zo ontzettend snel voorbij gegaan voor mijn gevoel. Maar ik heb in ieder geval van mijn dag genoten. En ik hoop dat jullie ook weer van mijn vlog hebben genoten. Vergeet daarom niet om een like te geven, te abonneren en die bel aan te drukken. Zodat je nooit een video van mij mist. Ik ga nu weer naar mijn bus toe. En dan mag ik weer lekker een aantal uur onderweg om thuis te komen. En dan zie ik jullie weer bij een volgende video. Oh.